Johan Dane, nog steeds bij ons. Zoals elke dinsdag. We gaan zo stilaan richting de middag. Daarnet dat fantastische boek. Vooral ook voor de foto's en een overzicht van die grote Formule 1-kampioenen. Ja. Nu gooien we het over een andere boek of boek. Ja, van de, de non-fictie naar de fictie. Mm -hmm. En dan heb je soms wel eens de neiging om de boeken van de meest gekende auteurs aan te prijzen en voor te stellen. Mm -hmm. Maar ik dacht van een, een jonge auteur mag ook wel eens uh, in de pictures picture geplaatst worden. Ja, zeker. En uh, niet dat hij zomaar aan zijn proefstuk toe is, deze man. Want het is zijn derde politietriller op rij. Maar uh, we hebben het over Tom Bergs. Tom Bergs, die donderdag trouwens 33 wordt. Kijk, dus profisch, een unieke gelegenheid <laughs> om hem op die manier ook voor te stellen. Het uh is -huh. dus iemand die opgegroeid is in de omgeving van haag tildonk om het toch even te schetsen. Ja. En daar vanaf zijn veertien jaar eigenlijk de, de liefde voor het schrijven... Uh, ja, op zich heeft gekregen. Uh, hij heeft zich ondertussen verder geplaatst met een carrière bij de politie... maar dan als administratief medewerker. Uh -huh. En het is daar dat hij door collega's uh, toch weer een beetje werd aangemaakt... Om te zeggen van: neem toch die penterhand en, en, en zorg voor een aantal leuke verhalen. Uh, is in contact gekomen met de auteur Rudy Soetewij. Mm -hmm. Heeft een aantal kortverhalen uh, geschreven voor het junior Monsterboek samen met zijn collega Chris van der Sande. Maar dan uiteindelijk door het feit dat hij altijd uh, aangetrokken werd door de figuur van Aspe. Uh, en Baantje, ja. die wilde hij toch op de weg van een, een politietriller in eigen Vlaanderenland. Het waren een beetje zijn inspiratiebronnen dan. Inspiratiebronnen, ja. ja. Baantje, voor een weetje trouwens, uh, 1 december 2006... werd de allerlaatste aflevering van Baantje op televisie uitgezonden. 14 jaar geleden. Ja, inderdaad. Ja. Nu, hij is begonnen uh, in 2015 met een, uh, met een boek dat getiteld was, uh, moet ik even goed kijken, dubbeleven. Even. Ja, het is eruit gegeven in 2018 bij uitgeverij Het Punt, waar hij momenteel nog steeds bij zit. Mm -hmm. En het is eigenlijk een, een duo. Je hebt uh, Johan Pieters en Lise Tont. Dat zijn twee mensen die verbonden zijn aan de politiezone Boordmeerbeek, Meerbeek, uh, Haagd. Uh, en uh, je mocht toch wel stellen dat zij op zoek gaan naar de oplossingen van verschillende misdrijven. In het eerste boek wordt bijvoorbeeld een jong student op Klaarlichte Dag vermoord in het park. Mm -hmm. Je hebt dan uh, Dubbeleven, dat is zijn tweede boek. Daar wordt een moord gepleegd in een uh, RVT, een verzorgingstehuis. En uh, de man die vermoord wordt, is toevallig een oud-collega van de politie. Dus dus wat dat betreft wordt er gezocht. En dan nu zijn boek, waar ik toch wel de meeste nadruk wil op leggen, Concurrentie. Uh, brengt die twee mensen weer samen? Ja. Gaan op zoek uh, naar de data van een aanslag, uh, een bomaanslag op het gemeentehuis. Waarbij de burgemeester is omgekomen. Mm -hmm. En waarbij vingerafdrukken worden teruggevonden op een explosief. die afkomstig zijn van een militair die al jarenlang verdwenen is. en ondertussen ook al is doodverklaard. Bizar. Heel bizar, maar uh, het is heel goed gedaan. Uh, de mensen komen allemaal terug doorheen de drie boeken. Maar je kan ze elk apart lezen. En het mooie ah, okay. ervan is eigenlijk... hij houdt steekkaarten bij van alle hoofdpersonages. Want hij wil ervoor zorgen dat de plaatjes kloppen. Ja, lijkt me niet eenvoudig. Het is niet eenvoudig. Het geeft natuurlijk een beetje het voordeel dat je in het politiemidden zit. Dus je kan terecht bij collega's om een aantal ja, fictieve... Uh, zaken naar voren te brengen. Ook de namen zijn trouwens allemaal fictief. Is te rade gegaan bij gemeentebesturen. Uh, heeft nu een wetsdokter ingeschakeld voor zijn laatste boek. Om ook het forensisch aspect uh, tot op de 100% juist te hebben. Ja. Dus hij heeft er enorm veel werk in gestoken om tot een, een verhaal uh, te komen. met heel wat uh, zaken uit het politieleven die toch wel uh, ja, gedetailleerd naar voren komen en juist zijn. Waardoor het ook heel geloofwaardig leest, neem ik Inderdaad, aan. Inderdaad, want ja. procedurefouten mogen natuurlijk niet, ook niet in zo'n boek. Het is goedgekeurd door de gemeentes, door de kopciaal en dergelijke meer. Dus ik denk dat het inderdaad wel iets leuks is. En, en het valt mij op, heeft enorm veel zorg gedragen voor de taal. We hadden gisteren het afscheid van. Uh... Martien Tange, de vrouw die het over taal heeft. Als je dan over schrijftaal spreekt... dan, dan is Tom Bergs daar ook wel een, een, een zeer goed auteur in. Want uh, het stoort mij als ik uh, drukfouten of, of schrijffouten zie in een boek... of een woord of een letter die, die, die niet is zoals het moet. En ik heb er eigenlijk bijna geen gevonden in het boek. Ja. Dus, uh, gebeurt dat wel vaker? Uh? Het gebeurt wel ja. vaker, zelfs in boeken waarvan je denkt dat het nooit zal gebeuren. Het heeft soms ja. te maken met vertalingen. Uh, maar anderzijds ook, ja, het kan in een drukkerij gebeuren... dat er plots wel een woord over het hoofd wordt gezien... Bij het redigeren. Ja. Maar wat dat betreft uh, moet ik zeggen: het, het is een heel boeiend boek. Uh, je kan ze alle drie lezen na elkaar. Je kan dit lezen en, en achteraf zeggen: dit is goed, ik lees nog die vorige ook. Het wordt uitgebracht ook in een e-bookversie en het wordt ook als een luisterboek aangebracht. Dus ook voor de mensen die wat problemen hebben met het lezen, mm. die gaan op een heel leuke manier uh, dit kunnen volgen. Ik denk dat uh, Tom er bijzonder in geslaagd is... om uh, datgene wat hij met passie volgt, zowel op zijn werk als in zijn jeugdjaren... mooi te combineren. Dat, uh, ...neer te pennen. En ik ben ervan overtuigd dat, hij, uh, dat dat zeker zijn laatste boek niet zal zijn. Hij blijft niet trouwens uh, alleen niet in, in Haag en omliggende. Hij gaat ook wel eens te raden bij andere politiezones... Mm -hmm. om even naar jou een knipoog te geven. In, in dit boek komt hij ook terecht bij de politie van Brugge. Mm -hmm. En daar hebben ze ook een moord en die kan gelinkt worden. En, en daar... Spreekt hij bijvoorbeeld van over een bepaalde hoofdinspecteur die in Brugge het onderzoek leidt en zij is de opvolger van een vroeger uh, van In. Dus ah, okay, ja. ook daar zie je ja. dat er een kleine link is... met zijn favorieten van vroeger. Ja. Van In en Aspen en Baantje en dergelijke meer. Maar het is uitgebracht door het punt. Tom Bergs is iemand die we zeker en vast in het oog moeten houden. En dit boek heeft me bijzonder bevallen. Uh, ik denk dat ik het bijna in één ruk heb uitgelezen... omdat het ja. zo vlot leest en zo makkelijk is... om alles tot uh, in jou te laten doordringen. Ja. En Tom die zal ongetwijfeld wel blij zijn dat hij destijds de raad van zijn collega's heeft opgevolgd om terug die pen ter hand te nemen. Inderdaad. Dat ik ik uh, was ook een van mijn dromen om ooit eens uh, ja, een boek in die trend te schrijven. Maar als je eraan begint, dan pas weet je hoe moeilijk het is om uiteindelijk ja, zoiets. Uh, het kan, hè, te Johan. Krijgen. Wie weet, hebben we jou volgend jaar het is hier te, laten. te zitten. En, <laughs> en mag je je eigen boek voorstellen, waarom niet? Uh... Volgende nee, week probleem. ben je er opnieuw? Volgende week zijn we ter terug met ja. uh, ongetwijfeld weer een aantal mooie boeken. Die in de attelage kunnen liggen, onder andere van Ment. En die ik had ook aangeven geven uh -huh. de komende periode. Oké, okay, dankjewel uh, Johan. Dankjewel. En uh, geniet van jouw dinsdag. En uiteraard, uh, zoals Johan zei, morgen niet. Volgende week, uh, zoals elke dinsdag, opnieuw de boekenrubriek omstreeks half twaalf. Wij zijn er straks na twaalf uur terug, met onder meer een blik op de weerkaarten en ook met alleen maar feel good music. Dus uh, blijf zeker bij ons op deze dinsdag, want het belooft nog gezellig te worden.